En dan loop ik even Monique tegen het lijf. Want Monique is dan een van de trainsters. Ja, klopt. Zijn er nog meer trainsters bij jullie? Ja, we hebben op de middelste staat Bo van Duren. Ja. En daarachter staat Suus. Oh ja. Suus, of ja, eigenlijk Suzanne, maar we noemen haar Suus. Ja. Lekker makkelijk. Suus Weren. Die zijn dit jaar, sinds dit jaar komen die mij versterken. Was je eerst helemaal alleen dan? Ja, ik was eerst helemaal alleen. Nee, dat is ook wel jammer. Voor een paar jaartjes. Ja. Maar ik had natuurlijk wel altijd hulp van de ouders. En komen altijd kijken. Dus als er iets aan de hand is, kunnen die me ook altijd helpen. Ja, ik zag net ook een moeder staan op de bank zitten. Ja. Dat klopt, hè, ja. Ik heb even een vraagje. Wanneer is dat G-team opgericht? Zo. Ja. Dat is een hele goede vraag. Ik heb meegekregen dat sommigen hier al meer dan 25 jaar hockeyen. Ik weet niet of dat helemaal accuraat is, want soms wordt het ook iets groter gemaakt dan dat het eigenlijk is natuurlijk. Ja, dat moet natuurlijk ook. Maar dat is juist het mooie aanzien. Dat, ja. Het gaat er allemaal vrij relaxed aan toe. Zo, ja. Als ik dat zo zie, er is niemand boos of iedereen is blij. Nee, maar dat is wel eens anders hoor. Oh, is het wel eens anders? Er zitten ook zeer fanatieke spelers bij. Mm-hmm. Dus tijdens de wedstrijden dan speel je natuurlijk echt om iets. Ja. En dan... gaat het er wat harder aan toe soms. Mag ook, hè? Ja, zeker. Ja, tuurlijk, daarvoor komen ze hier natuurlijk. Ja. En jullie oefenen één keer in de week? Ja, één keer in de week. En meestal ligt er een beetje aan met hoeveel andere teams we geselecteerd zijn. Mm-hmm. Maar we hebben dan ook wedstrijden. En soms is het om de week, soms toevallig achter elkaar. Ligt er een beetje aan hoeveel animo er is. Ja, ja, ja. En van de zomer gingen ze weer op kamp, hoorde ik net. Ja, naar de Special Olympics. Dat is om de 2 jaar. Ja, om het jaar. Ja. Dus elke 2 jaar. Mm-hmm. Daar hebben wij tot nu toe, is dit volgens mij iets van de 4e keer dat we dit gaan doen. Dat is een heel weekend. Dus heel intensief, maar wel echt heel leuk. Ja. Dat is echt een soort Olympische Spelen waar dan... Maar komen dan G-teams gewoon uit Nederland? Uit heel Nederland. En alle landen die ook, ook Curaçao en Bonaire, dus ook met Nederlands achtergrond. Zo. Dus ook een beetje internationaal. Dat is wel leuk. Ja, maar dan slapen ze in huisjes of in... Ja, dit jaar slapen ze bij de Beekse Bergen. Safari bij de Beekse Bergen, echt in huisjes. Maar voorgaande jaren was het echt in een soort lege tenten, in stapelbedden. Dus dat is natuurlijk ook wel een gevecht wie bij wie gaat slapen. Ja, natuurlijk. Ja. Spannend, ja. Maar wel heel spannend en leuk. Ja. En ik hoorde net ook, zaterdag was er een wedstrijd bij Os ergens. Ja, Os inderdaad. Ja. En dan winnen ze dan ook of krijgen ze gewoon punten? Of ja, je speelt echt voor hetzelfde als een normaal team. Dus je hockeyt voor 3 punten. Mm-hmm. En dan de goals die je maakt, dat gaat dan met de scores, wordt dat berekend. Mm-hmm. Dus je bent nu niet meer de enige trainster? Nee, zeker niet. Ja, kijk, dat is wel fijn als er meer hulp is. Ja, dat is zeker, dat is echt wel heel fijn, want sommigen hebben dan ook op bepaalde gebieden net iets meer aansturing nodig. En dan is het heel fijn als iemand individueel een ander kan begeleiden, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat is mooi. Ja. En altijd buiten, nooit binnen? Nee, zaalhockey, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Vragen ze wel altijd naar of we dat misschien kunnen doen. Maar dat gaat zo snel, dat is best wel lastig. Dus we zouden het wel wellicht een keer kunnen proberen. Alleen daar zijn we eigenlijk nog niet aan toegekomen. Nee. Maar het is ook, je moet ook kijken waar die bal heen vliegt, hè? Ja. Als ze tegen de muur aan komt, dan komt hij weer terug. Ja, een beetje en dat moeilijk. Is in het veld wat makkelijker dat het af en toe een beetje heen en weer. Ja, prima. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Ja. En alvast succes, want misschien horen we nog wel hoe het afgelopen is er, bij de Beekse Bergen. Ja, dat komt vast goed. Nee? Okay. Daar gaan we voor zorgen. Veel succes voor jullie. Ja, dankjewel. Dat kan niet uit. Ja, je bent wel van zingen ook. Dus de microfoon, daar weet je wel raar mee. Oh, kan je ook wel zingen? Ja. Ja? En waar zing je dan? Prolak. Prolak. Ja. Leuk hoor. En met muziek erbij, met een accordeon erbij of zo? Denk een niet, accordeon niet. Meestal een cd'tje of zo, hè? Of met cd meezingen?
Ja. Dat is leuk. Maar vind je hockey ook leuk? Ja, heel hockey, super leuk. Ja, lekker buiten, hè? Ja. En nou is het nog donker en straks over een paar weken is het weer licht. S'avonds, dat is ook leuk, hè? Ja. Ja, precies. En ga je ook nog op toernooi? Ja. En op andere wedstrijden? Ja. Oh, en waar ga je naartoe dan? Ik denk in Tilburg van Breda. Ja. Dat is een heel eind weg. Ja. En dan gaan jullie met auto's? Ja, misschien dan gaan we met wifi met bus. Ja, grote bus hè. Alweer 2 jaar geleden ook. Een hele grote bus gaan we met z'n allen in. Met alle koffers en tassen. En sommigen die hebben wel 2 koffers mee hè. Zo, moet je heel veel kleren meenemen dan? Ja? Ja. Waarvoor hebben we allemaal kleren nodig? De hockeyspullen ook in. En s'avonds? En van s'avonds hebben we discokleren. Ah, en dan moet jij zingen? Niet? Soms. Soms? Oh ja, als je zin hebt. Ja, je hebt er zin in. Ja, precies. En als je geen zin hebt, dan zing je niet. Nee, veel mee. Nou, afgelopen jaar stond ze op het podium, hè? Ja. Ja. Echt waar? En wat heb je toen gezongen? Een snorrebolletje. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat kan ik niet missen. Nee. Hè? Ja, leuk. Nou, kijk maar. Hoi, ik ben Jules Gaat. Ja. Ik ben nummer 2. Ik ben Spes en ik wil gewoon laten zien dat we in zijn in onze competitie. En wij willen gewoon vooruitkijken bij Spes Olympic, omdat we, ons missie is echt goud halen met ons geo-team. En wij vinden dat geweldig. En daar willen we echt voor gaan aan een training gaan pakken, competitie. En we willen gewoon echt winnen voor goud. En dan wat jij wat vertellen? Jij wat vertellen? Oh ja, wij vinden het zo super trots dat we mee gaan doen met de speciale Olympics. En we hebben alweer hele lieve trainers. Trainers zijn Monique, Bo en Suus. En ze hebben nog trots op. En wij willen nog meer spelers erbij. Dus we hebben nog steeds. Nog steeds beter. Nou, wie weet, hè? Ja, wie weet. Succes, hè? Jo. Ja, precies. Ja. Jullie waren net wat vertellen. Jullie waren ergens ver weg wezen hockeyen. Bij een ander G-team. Ja, in Os-Hees. In Os-Hees. En zijn jullie dan met een heleboel? Of zijn jullie alleen met het team? Het hele team, alleen mensen die zeg maar uitvallen. Ja. En ja, die uitvallen die kunnen dan niet mee, want die hebben ze anders te doen dan. Ja. Maar de rest gaat wel gewoon mee. Met de aparte auto's, om de beurt gaan ze rijden. Een paar auto's rijden, staan om de beurt op de lijst, zeg maar, de ouders. Ja, ja. En zijn er veel ouders die meegaan of zijn er ook ouders die moeten werken? Dat is meestal een beetje verschillend welke ouder er wil rijden. Ja, ja. En daar hebben ze een lijstje van gemaakt. En dan als je aan de buurt bent op het lijstje, dan moet je rijden. Ja. Aha, kijk. En jullie gaan ook op kamp, hè? Heb ik dat goed? Special Olympics. Ja. In Tilburg Breda. Oh, en nou dit jaar? Ja. En wanneer is dat? In juni. In juni? Midden juni, ja. Oh, dat is 14, 15 en 16 juni. Zo, kijk eens aan. En dat is dan ook zo'n beetje dat het mooi weer is. En dan slapen jullie dan in een tent of zo? Of? Vakantiehuisjes. Vakantiehuisjes? Ja. Ja. Dat is leuk, ja. En dan zitten jullie in een mooi gebied. Beekse bergen slapen. Ja. Zo, kijk, tussen de beesten. Mm-hmm. Ja, of wat maar leuk. Het is nog niet zeker dat we een huisje kregen worden van Kiki. Een huisje zaten, zeg maar. Dan moet je er even afwachten. Ja. Nou ja, goed. Okay. Dat is Jeu, hè, de cameraman. Die heet Jeu. Je moet even de camera goed instellen. Zo, ja. En, ja? Wat doen ze nou? Ze doen jellen. De jelkreet voor de wedstrijd.